Helemaal en welkom bij PlanetCraft. Je hoeft niet op je telefoon te tikken. Dit is letterlijk, echt waar, hoe ik er momenteel uitzie. Met een soort van schedel. Het ziet er heel erg raar uit. Ik ben hier vandaag ook samen met Mr. Bart Mant. Ik ben niet aan het checken in Vanish of iets dergelijks. En Bart kennen jullie misschien wel van Mytopia, Staff. Je kent hem van Goldcoin Quest, volgens mij, die jij met je team gewonnen hebt de vorige keer. En Bart is ook een heel actieve PlanetCraft beta-speler. Bart, hoe gaat het met jou? Prima. Nou, top. Blijf even staan. Eerst wat ik even moet zeggen is dat mensen, dit wat je hier ziet, zeg maar, dit maskertje, hebben jullie gekozen. Doe een hele gekke. De volgende keer mogen jullie weer een haarkleur wijzigen. Laat even achter de reacties en vergeet de like niet even achter te laten. Bart, wij staan vandaag op het prachtige landje Guatemala. Guatemala. Ja, ik zie het. Dat doe je samen met Gianator, Mystic Black, Pearled, Buffalo Wout, Davy, Wessel en Hyrios. Dat klopt. Ja, maar jullie hebben inmiddels het tweede landje gehaald. En jij bent ook een van de weinigen die legit al een steel outfit heeft gehaald. Waarom ben jij eigenlijk gelijk van Australië naar Amerika gegaan, als ik mag vragen? Nou ja, in principe wouden we eerst Fiji nemen. Wat op dit moment is genomen door IJsselterror, et cetera. Maar dat was al bezet. Ja. En toen is mijn broer eigenlijk aan te dringen om juist naar Zuid-Amerika te gaan. Ja. Want die heeft sowieso een obsessie met Amerika en zo. Maar Amerika zelf is natuurlijk te duur. Mm-hmm. En toen hebben we dus ook samen met Mystic Black en Gianator, volgens mij, hebben we gewoon besloten, laten we gewoon hier gaan zitten. Sowieso Amerika hebben we al gehoord, meer resources. Ik ga even ondertussen rondkijken. Met, we kunnen allebei vliegen trouwens, super chill is dat. Ik zie dat jij al een Traveler Villager hebt. Dat, had je die redelijk snel of niet? Ja, nou ja, het is wat je redelijk snel noemt. Wel, dan volgens mij dinsdag. Oké. Is dat de enige villager die je hebt of heb je meer? We hebben nog een trade villager hier in onze town hall. Oh ja, je hebt ook gelijk echt een town hall gemaakt. Level 6, we zijn maxed out en we hebben 172 trofeeën. Wat? Clash of Clans, grapje. Oh, oké, what the fuck. Oh ja, trade, ja precies, die heb je ook. En verder, heb je al een tailor en een blacksmith of niet? Nee, die hebben we nog niet. Oké, maar hier ben je begonnen. Ik weet het nog, jullie hebben hier nog schildpadden zitten proberen te vangen. En dit is een beetje de hoek. Wat zit hier naast eigenlijk? Is dat Nicaragua? Nee, dat is Honduras. Honduras zit hiernaast. En wat zit er aan de andere kant? Ik weet het echt niet. Mexico. Mexico al? Yep. Zijn jullie het laatste land? Oh, dat is super handig. En wat is dit voor groot gevaarte in godsnaam? Nou ja, dit is onze mijn. Even ingaan. Zo. En ja. In de mijn hebben we zeg maar ook een kleine kistopslag, et cetera. Zoals je hier ziet. Maar als je hier naar beneden gaat, dan kom je ook echt in onze mijn terecht. Oh. We hebben dit een beetje een manege mijn gemaakt. Wacht even Bart, ik weet niet of ik dit mocht zien. Maar onze kist met oh my god, mineralen. Hebben jullie bijna alles? Of hebben jullie veel te treden? Nee, we hebben echt letterlijk alles met Paraguay erbij, zeg maar. Behalve tin, maar dat heeft Paraguay dan weer. Nee, tin, dat heeft Paraguay dus, ja. Oh, we hebben ze zeg maar gecombineerd. En zo moeilijk is het dus eigenlijk niet om... Waar gingen we heen naar de mijn trouwens? Ja. Oké. Zo moeilijk is het dus niet om met twee landjes eigenlijk bijna alle beschikbare resources al te hebben. Je moet gewoon slim denken, eigenlijk. Hup. Dit is een flinke mijn, maar ik heb het idee dat je ergens al dieper bent geweest. We zijn dieper geweest dan we zo in Paraguay. We hebben niet zo mijn gebouwd, maar we zijn gewoon recht naar beneden gegaan. Ja. En we hebben nog ergens anders een normale mijn gemaakt. Wat is een normale mijn? Gewoon echt de gar naar beneden bewijzen van en dan daar garnen maken, zeg maar. Game mode, spectator. Even checken. En dat is wel hier ook, zeg maar. Dat is ook hier op Guatemala. Oh, hebben jullie zo'n groot land? Nou, ik vind dat op zich... Heb je het wel eens gezien hier? Wacht even. Game mode, spectator, Mr. Barband. TP, Mr. Barband naar mij. Check dan. Oh, jezus. Dit is best wel huge, ja. Als je dat zo bekijkt, denk je, dit is eigenlijk... Je hebt tot aan de grens heb je die tunnels gedaan. Ja, we hebben tot de grens dat gedaan. Om ook een klein beetje een idee te krijgen van welke mineralen er in de grond zitten. En natuurlijk gewoon de eerste resources te komen. Wat, een van de dingen wat mensen zeiden is van... David, op zich zijn die landen helemaal niet zo heel groot, zeiden ze. Nou, ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Ik tp jou even... Oh, nee, we doen hem... Zo, TP Barbon erbij. In principe vind ik de landen best wel groot. Maar als je het hierboven kijkt, denk je... Ja joh, ik heb een stukje op survival gehad wat groter is. Maar dan zie je die tunneltjes op bedrock niveau. En dan denk je... Ja, nee, dit is best wel huge.
Ja, maar deze muren die omringen ook niet het hele land, zeg Nee, maar. We nee, hebben nee, besloten een klein stuk te nemen. dit ook, hè? Ik zal mezelf Ja, ook dit nog hoort er even allemaal nog bij. in game mode creative zetten. Hoppakee, dus David. En dan tp'en we jou weer eventjes naar mij. Hoe doen we dat? Dat doen we zo. Ik sta. En dan Oh ja. game mode. Hallo. Game mode survival, Mr. Warpband. Hoppakee, topper. Kun je nog vliegen of niet? Nee. Oké, fly. Ja, het is ook elke keer als je uitlogt, is het weg. Dus dit hoort ook nog bij jullie eigenlijk. Ja, en ook aan de andere kant nog een stukje. Maar je doet hier weinig dan nog tot nu toe. Ja, dat klopt. Maar we waren in eerste instantie hebben we hier ook niet heel veel te doen, zeg maar. En die muur staat er nu puur omheen voor als zo meteen de privé-protectie van ons land af is. Ja, dat je niet gelijk weggehakt wordt constant. Het is ook groot genoeg om even in te werken. En ik zag dat ook. Mensen die heel ambitieus rondom heel, nou, Japan een muur bouwen. Maar in principe kun je beter gewoon een plek bouwen waar je werkt en waar je woont. Want dat scheelt je heel veel tijd en had je al die tijd kunnen minen eigenlijk, toch? Ja, exact. Oké, nou, dan ga ik heel eventjes naar Pearl TP'en. Als hij er is. Is hij er? Ga je niet vertellen dat hij er niet meer is? Hij is er niet meer. Nee, als je nog. Oh, Het is met een AE. oké. P, Pearl. Oké, nou, even kijken wat die man aan het doen is. Ik denk hakken. We moeten wel even inladen. Duurt even. Ja. Hoi. Ik TP jou ook, Bart. Waarom heb ik hier zo'n lek, joh? Ja, dat komt door al het oerwoud hierboven. Dat heb ik zelf ook. Constant zo'n lag spike, zeg Holy shit, Rino. Wat is dit, joh? Wacht, ik ga even naar beneden. Ja, ik heb het hier niet zo, maar het is daarboven wel. Wat is die man? Wat? Hoe kan Die is dat? bomen aan het hakken. Maar ik heb echt lek als ik omhoog kijk. Oké. En wat jullie hier gekocht hebben in feite is een compleet oerwoud. Why? En hebben jullie hier al Eigenlijk ging een... het ons meer om de resources hieronder, zeg maar, want Hebben jullie ook al een op mijn? Bolivie. Ja, maar ik weet niet exact waar die zit in dit oerwoud. Nou, Maar. ik zie hier iets wat lijkt op een gemaakte muur. Of niet? Nee, dat is er niet. Dit is gewoon een boom. Zo'n wortel, Jesus. Oké, Ja. je weet niet waar de mijn zit. We gaan even kijken. Dit leidt naar een ander landje, volgens We, mij. ja, ik weet niet precies welke. Volgens Bolivia. mij. Ja, Bolivia. In ieder geval, we hadden voor ons dit land gekozen omdat we bij Bolivia zagen we al die resources gewoon letterlijk aan het oppervlakte liggen. Dat was Ja. ook onze eerste keuze om voor Bolivia te gaan. Ja, precies, maar die is Maar al die was toen. gekocht. Ja. Maar we dachten, het ligt zo dicht bij elkaar, dus er zullen dezelfde resources in de grond Oh, zitten. je zit ook echt tegen Brazilië aan. Maat, ik heb echt lek hier, jongen. Het is verschrikkelijk. Maar Ja, exact waar is hetzelfde die hoor. mijn? Ik ga even zoeken anders. Ik Game heb wel zo'n mode idee. spectator. Free world. Paraguay was van jullie, hè? Ja, oh, ik heb het al gevonden. Moet ik even naar de grond. TP Mr. Bartland. Oh my god, die lag. We gaan even iets doen aan die jungle, hoor. Want het is echt verschrikkelijk, dit. Ongelooflijk. Oh ja, hier. Oh, dat is echt gewoon een klein mijntje eigenlijk. Ja, het gaat echt puur om de resources hier. De bomen, alles wat in de grond zit. Oh my god, wat een verschrikkelijk onpraktisch mijntje. Ja, en hieronder ben je gewoon simpel, een paar houten balkjes en dat is het eigenlijk. Ja, we zijn zelfs op sommige momenten gewoon zonder balken gaan minen, Zo gewoon snel. van we zien wel, ja precies. Maar Ja. als dit alleen voor de resources is, ga je dan nooit iets laten bouwen hier op Paraguay? Of hoe zie ik Nou dat? ja, in de beta zal het in ieder geval niet gaan gebeuren, want ja, we hebben niet heel veel aan Paraguay, het ligt landlocked, dus ja, wat heb je er eigenlijk aan? Ja, Maar voor de resources is dit wel handig. ik ga heel even kijken bij de grote maat Lars. Als het goed is hebben we daar geen lek, want die zit op Bolivia. Ja, dit is een heel stuk beter. Ben je daar wel eens geweest al bij hun op bezoek? Ik moet toegeven dat ik wel een paar keer stiekem over het land heen ben gelopen om bij Paraguay te komen, maar verder Zullen niet echt. we gewoon gaan kijken hier? Zullen we dat doen? Ja, kunnen we doen. Maakt toch niet uit, dat is toch de beta. Oké, TP, Mr. Barband naar de David. Ik zet in Vanish. Denk, zeg het even. Oh, oké. Ja, ik moet nog inladen hier, dus. Oké, maar wat ze hier hebben, ze hebben dus een of ander meertje bovenop de bergen, zeg maar. Maar waar we nou zijn, dit is al hoogte 100, zeg maar. En dat kan nog een heel stuk hoger. Dat is toch sick? Ja, dat is best wel hoog, ja. Nou, en dan zal ik je even. Wacht, ik ga wel even in game mode creative. Dan kun je me als het goed is zien. Kom eens naar mij. Je ziet hier gewoon al dat ze je iridium hebben.
Ja, Maar ze hebben dat zagen wij dus ook. het. Ja, die hebben ze er niet gehakt, maar ik zie dat ze andere resources van mij gewoon al letterlijk uit de bergen gehakt hebben. Oh Ja, nee, ik zag hier nog zelf. niet. Kijk maar. Zelf zag ik tin en titanium aan de oppervlakte, dus. Kijk, Bart. Ze hebben hier de wonderlijke combo van nikkel en van tin in één land. Hebben ze ook Ja. koper, zei je? Nee, koper, dat hebben wij ingevuld in Paraguay niet. En dat hebben ze volgens mij hier ook niet. Dat heb ik niet aan de oppervlakte zien liggen. Maar dat hebben wij wel weer in Guatemala. Ja, Dus dat was iridium geen zie probleem ik. voor Wacht, nee, ons. dit is geen iridium, dit is opaal. Dat hebben ze Ja, dat ook is gewoon opaal. hier. Ah, jongens. En te zien is het aluminium. Ja. Ja, dat is weer handig om 10 mee te maken. Aluminium is handig om tin mee te maken. Ja, ik had een recipe gezien waarbij je met aluminium dust en een slimeball, dat je daarmee een tin bar kan maken. Nee, daar maak je volgens. Wat? In deze versie zie je dat. Ik denk het. Misschien is de resource pack fout, maar dat zie ik. Oké, die gaan we even checken. We hebben hier een workbench. En dan? Even kijken, dan moet ik even zoeken hoor. Nou komen we ergens achter, jongens, hoor. Waar of waar? Even kijken, Tin. ja, ik heb hem gevonden. Nou? Het staat bij die lava bucket en dan die appel en dan op de vierde pagina bij mij. Tin ingot. Maar heb je slimeballs, is de vraag. Die kun je kopen bij de villager die bij de haven staat bij mij. Oh my god. Blaze powder met een slimebal wordt magma cream. Je hebt een bug gevonden, maat. Dit had Oh, ik zie dat het een bug was. er nooit in moeten zitten. Oh, wat goed. Die gaan we even reporten hierna. Nee, natuurlijk is het een bug. Want dit is vanilla Minecraft. En dat zou niet zo Ja. moeten op die manier. Maar het valt er natuurlijk normaal gesproken ook niet op. Hé, hey, ik ga jou heel veel succes wensen. We gaan ook weer even terug naar. We gaan er eerst nog maar even ergens vliegen. Ik zet je zo meteen alweer terug. Dit is hoe andere mensen dus spelen. Die hebben twee landjes gehaald waarmee ze eigenlijk alle resources bij elkaar hebben. Alles kunnen verzamelen. En dat is ook een klein beetje hoe je het speelt. Niet iedereen heeft natuurlijk in het begin gelijk. Want alles wat je hier ziet is Bolivia, voor de duidelijkheid. Hè? En nog meer over de berg heen. Niet iedereen gaat hier de credits en de coins voor hebben in het begin. Daarom kan het met een groepje samenwerken handig zijn. Als je in je eentje speelt, zit je eerder vast aan een klein eilandje ergens onder Zuid-Korea. Ook heel erg leuk. Bart, ik vind dat je het goed uitgelegd hebt. Ik wil jou heel erg bedanken voor de uitleg in het algemeen. Ik wil jou heel erg bedanken voor het meetesten. En wederom best wel een hele belangrijke bug eigenlijk. Waarbij tin makkelijk te krijgen is voor iedereen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een like achter te laten, te abonneren. Laat weten wat ik de volgende keer op mijn gezicht mag smeren. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video hier op DDC. Later!